Malechei HaMelochim HaKadosh Baruch Hu. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam SheHakol Nihyeh B'Dvaro. Amen. Alles is ontstaan door het woord van God. Alles hangt elk moment af van de scheppingskracht waarmee God de wereld heeft geschapen en in stand houdt. En dat zijn natuurlijk hele toepasselijke gedachten bij Pesach. Aanstaande Shabbat lezen we Parshat Tzav. Dan komt woensdagavond het begin van het Pesachfeest. En helemaal na Pesach, dan krijgen we pas de volgende sidra in de volgorde van de Torah. En dat is dan Parshat Shemini. En op zich dus ook heel toepasselijk, want zowel Parshat Tzav als Parshat Shemini, dus wat voor en Pesach wordt gelezen op de Shabbatot, die spreken beide over de inwijding van het Mishkan, van het heiligdom in de woestijn. En uiteindelijk is dat ook een gedachte, of zijn dat gedachten, voor de inwijdingen van ons leven, dat ook eigenlijk een voortdurend bestaand Mishkan heiligdom is. Pesach is de geboorte van het Joodse volk. En als die vergelijking gebracht wordt, is om ook te benadrukken hoe wonderlijk dat ontstaan van het Joodse volk is en het voortbestaan van het Joodse volk is. En dat wordt dan vergeleken met de geboorte. Want uiteindelijk, de geboorte is dus ook een wonder, een voortdurend wonder. Ik heb hier een boek bij me, een boekje dan eigenlijk. En in de eerste 9 maanden van ons leven. En daarin van iemand die dat heeft cadeau gegeven aan iemand anders, en op een of andere manier is het in mijn handen gekomen. En die schrijft: de reis is al begonnen. Wat een wonder. Ja, de geboorte, wat een wonder. En dat boekje gaat er dus verder over. En je kunt natuurlijk ook andere publicaties lezen. Wat het leven, dat toch wel een zeer bijzonder iets is. En ja, dat heeft dus met Pesach te maken, omdat het Joodse volk is dus geboren als het ware en bestaat dankzij de kracht die God daarin heeft neergelegd en nog altijd neerlegt. We vieren dus Pesach s'avonds met die sederavond en de avond daarna opnieuw een tweede sederavond met de hele teksten en handelingen enzovoort. En dan moet ik dus wat dat betreft maar even verwijzen naar de Haggadah. En als u dat niet bij de hand zou hebben, ik neem aan op het internet dat daar heel veel op te vinden is over het Pesach, het zo'n Joodse paasfeest. En de matzah. De matzah, dat is eigenlijk het meest opvallende van Pesach, dat we een week lang, 8 dagen lang, geen brood eten en geen koek en dergelijke, alleen maar dus ongerezen meel, wat het dus uiteindelijk dus de matzah geworden is. En de matzah is dus duidelijk geen chametz. Chametz is alles wat wel gerezen is. En de matzah is dus wat niet gerezen is. We hebben het al vorige jaar ook waarschijnlijk besproken. Als we kijken naar die twee woorden matzah en chametz, dan is de matzah met een mem, een tzadi en een he. En chametz is een mem, een tzadi en een get. Ik zeg het niet in dezelfde, in een andere volgorde van het woord chametz, maar even om te laten zien dat dus beide woorden een mem hebben. En beide woorden hebben een he, maar een matzah schrijf je met een, beide hebben een mem en beide hebben een tzadik, maar het verschil is, een matzah schrijf je met een letter he en chametz is met een letter get. En kijk je naar die twee letters, dan zijn die ook vrijwel identiek. Een he voor u gezien is verticaal, horizontaal en een klein verticaal
lijntje. En de gamete is dat hetzelfde, de get is hetzelfde, alleen dat kleine lijntje is een heel lijntje. En daarmee is de get een dichte letter en is de he is een open letter. En dat is als het ware het verschil tussen matza, dus met een he, en gamets met een get. Get wil zeggen dus is helemaal dicht. Je kijkt niet naar boven, je laat Hashem, je laat God als het ware niet in je leven komen. En de matza is dus die eenvoud, en die eenvoud brengt er ook, dat je dus vanzelfsprekend dus God voelt en God in je leven binnenbrengt. En dat alles leidt uiteindelijk tot vrijheid. De eerste avond van Pesach, dus de eerste, zoals we noemen, sederavond, valt op woensdag, woensdagavond. En terwijl ik dat zo opschreef, dan moest ik denken aan een overeenkomstig geval. En dat was namelijk dat Rosh Hashanah ook op woensdagavond begon. En dan had je een probleem, want dat is dan in de tijd, kan ook dus in het voorjaar al zijn, maar dat er voetbal is. Voetbal op de woensdagavond. En er zijn mensen die zullen en moeten dat voetbal zien. En toen is advies gekomen, weet je wat je doet? Dan neem je het op. Waarop de personen zeiden, wat moet ik opnemen? De zijderavond? Of de Rosh Hashanah-dienst? Dat was een leuk grapje, maar dat was dus inderdaad niet de bedoeling. Nee, vrijheid is vrij zijn van allerlei krachten en invloeden. En dat uiteindelijk brengt tot zijn man Gerutenu. Wat we op zederavond doen, is dus die viering van de zeder. En ik lees u even een tekstje voor, als het ware neergedrukt in de vorm van een matza. Pesach, het feest van de vrijheid. Een woordspel van gerut, vrijheid, en garut. En garut betekent gegrift op de stenen tafelen, het tien geboden, leert ons dat een mens pas vrij is, ook van zichzelf, als hij de bereidheid toont Gods wetten daadwerkelijk te vervullen. Het eten van matza stimuleert ons deze vrijheid te verkrijgen. Want matza is het brood van de eenvoud, de bescheidenheid en het brood van het godsvertrouwen. Dat, nou, dus wat betreft de mitzwa om 8 dagen lang matza te eten. Wat ze op Pesach ook doen, wat in het gebed van de eerste dag is opgenomen, dat is het gebed voor de dauw met Sukkot, Shemini Atzeret, hebben uitgesproken, het Tfilat Geshem. Het gebed voor de regen, want dan begint in Israël het regenseizoen. Nu is het niet gewenst dat de regen zal vallen in Israël in verband met de staande oogst en wat er verder allemaal in deze tijd van het jaar gebeurt. En het is gebruikelijk dan om dan een ander gebed uit te spreken. En wat lees ik u even voor in het Machzor, waar we dus erkennen dat Hashem het is die voor al deze natuurverschijnselen zorgt. En met grote letters is dat hier afgedrukt. Mashiv haruach umorit hatal. God die de wind doet waaien en de dauw doet nederdalen. En dan wordt de Aron HaKodesh, de Torakas, wordt geopend. Die op dat moment met een wit parochet is afgedekt. De Rosh Hashanah en Yom Kippur hebben dat witte parochet. Door de rest van het jaar is het in welke kleur dan ook. Maar op dit moment wordt dat parochet, dat voorhangsel voor de Aron HaKodesh, voor de Torah, als weg, even weggeschoven en vervangen door dat witte. En dan wordt dus de Torah als geopend en dan spreken we uit de Baragot. Livracha velo liklala. En ik lees u dus nu even de vertaling voor. De vragen dus, God, mogen het zo zijn, de tijd die nu gaat komen, tot zegen en niet tot vloek. Tot overvloed en niet tot bekrompenheid. Tot leven
en niet tot dood. Dat is een heel bijzonder bewogen moment op de dienst van Pesach, als dus deze gebeden worden uitgesproken. We zijn ons allemaal bewust hoe belangrijk dat is, dat het allemaal inderdaad livra gaat, tot zegen zal zijn, lesoba tot overvloed en lechayim tot leven. Ja, en daar eigenlijk, het valt toch verder veel meer te zeggen, maar we moeten toch ons beperken in dit programma. En daarom wil ik eindigen met inderdaad ons toe te wensen, aan u toe te wensen, precies datgene eigenlijk wat we nog net hebben voorgelezen. En dat we nog heel veel jaren in vrijheid en gezondheid Pesach mogen vieren en door het leven gaan, Joods gesproken op Joodse wijze en niet-Joods gesproken op niet-Joodse wijze, maar dat alles dat mogen leiden tot een werkelijke vrijheid, dus Gola Olam in de hele wereld. Amen. Amen.